Ja, Boy, wederom een teleurstellende middag. Waar ging het vandaag fout? Nou, ik denk al in de eerste helft, in het begin, als je ziet hoe wij starten, is gewoon te slap, te afwachtend. We komen niet in de duels. Dan maken hun volgens mij al best wel snel de 1-0. Weet je wel? Ook doordat we niet scherp zijn, loopt het zo 1-op-1 met de keeper. Dan loop je dan weer gelijk achter de feiten aan. En dan zie je dat hun het snel uitbouwen. De 2 en 3-0 eigenlijk precies hetzelfde verhaal. Ook gewoon weer niet scherp. En dan zie je dat uit de rust al wat scherper komen we nu in de duels. Scoren een goede goal. Ja, en dan daarna weer binnen 2 minuten volgens mij krijgen we weer tegen. Ja, dat, en als je ziet hoe die erin gaat, ja, dat is gewoon tekenend eigenlijk. Het is gewoon kloten. Ja, van tevoren heb je al gezien wat de concurrenten hebben gedaan. En is er ook weer misschien wat hoop dat je het gat kleiner kan maken? Dat het er dan toch niet uitkomt, dat moet toch frustrerend blijven? Nee, zeker. Nee, we weten allemaal in wat voor situatie we zitten. En als je dan ziet dat onze concurrenten ook een punt of geen punten pakken, dan is het natuurlijk een mooi moment om zelf wel punten te pakken. Kijk, Utrecht is natuurlijk niet... Dus vooraf zijn wij niet de favoriet. Maar ja, dat zijn we in weinig wedstrijden, dat weten we ook. Utrecht is gewoon een goed voetballende ploeg. Lastig gewoon punten pakken. Maar ja, als je ziet dat je tegenstanders, direct tegenstanders punten verliezen, dan moet je gewoon alles aan doen om minimaal een punt, of in ieder geval punten te gaan pakken. Ja, waar kan je dan nu na zo'n wedstrijd nog een beetje aan vasthouden? Nou, ik denk begin tweede helft alleen, denk ik. Dat je gewoon in duels komt. Ik denk op dat moment ook de betere bent van het spel. Je krijgt weer wat overwicht. Je maakt die goal. Ja, en daarna maken we dan weer snel die 4-1. Ja, dan loop je achter de feiten aan. Dus ik denk gewoon het eerste deel van de tweede helft.